Yo mensen, Visor hier en vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je een watermerk maakt. En met een watermerk bedoel ik dat ding wat ik altijd rechtsboven in mijn beeld heb staan. Excuses. Dat is dat ding wat ik altijd rechtsbovenin heb staan. Daar staat altijd mijn naam, oftewel in mijn geval Visor. En ik ga jullie vandaag aanleren hoe je dit gratis zelf na kan maken met een site genaamd Pixlr. Ik zal de link in de omschrijving zetten, zodat je hier gewoon heen kan gaan meteen zo hoppa bam. Als eerst gaan we dus een nieuwe afbeelding maken. Dan is de, in mijn geval, is de breedte en de hoogte is 1280 bij 720, want ik maak mijn video's altijd 720p. Dan druk ik op OK. En zoals je ziet hebben we hier een, nou ja, een heel werkvlak staan. En het volgende wat we dan gaan doen is we drukken hier op tekst. Dan gaan we hier in mijn geval eventjes linksbovenin doen, want ik heb hem altijd rechtsbovenin staan. Dus nou kunnen jullie het ook nog zien. En dan vul ik in Visor. Pixlr gebruikt ook gewoon jouw lettertypes die je gedownload hebt. Dus zoals je misschien al wil weten, ik gebruik altijd Lemon Milk. Dus die gaan we gewoon even opzoeken. Als ik hem kan vinden. Juist, Lemon Milk. Dan maken we de grootte hier klein beetje groter. Zoals dit ongeveer. Ik heb hem hier op 61 staan. Dan maken we de kleur wit. Maar ja, Pascal, leuk dat je de kleur wit maakt. Nu zien we niks. Dit gaan we met gemak oplossen. Dan heb je hier op je laag gestaan. Dan drukken we op Visor, dus je naamlaag. Dan gaan we naar laag tijden. En het laatste wat je dan hoeft te doen is gloed buiten. En deze kleur veranderen naar zwart. That's it. Dan kan je hier een beetje mee lopen kloten met de hardheid. Zodat het beter zichtbaar wordt. En dan heb je dus in feite je watermerk. Dan heb je nou dus in ieder geval je watermerk. Dan kan je deze opslaan en die kan je over je video heen planten. Als jij een video van 1080p altijd maakt, dan moet je zorgen dat je 1920x1080 hebt. Dat zijn namelijk de resoluties van 1080p. Dus ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Ik weet dat ik eventjes niks geüpload heb. Als het goed is heb je mijn update video gezien. Zo niet, kijk hem, dan weet je waarom ik niks heb geüpload. En ik check jullie in de volgende video, wanneer die ooit ook mag komen.